Bosavond. Straks in Vermist onder meer de ontknoping van een vermissing op Schiphol. Straks ziet u hoe dat afliep. En wij zoeken de 17-jarige Zainab Yusuf Ali, die op 15 augustus verdween uit de instelling Groot Emaus in Ermelo. En Mark Oldenhuis, een 24-jarige Rotterdammer die zonder opgave van redenen de nachttrein nam naar Parijs. En we gaan opnieuw naar het adres waar volgens tipgevers een vermiste autistische jongen wordt vastgehouden. Vermist is er om 18 over 10. Heel graag tot dan. Afgelopen maart vond er een megaconcert plaats in de Rotterdamse Ahoy Hall. 3 dagen lang Frans Bauer. En hij is hier. Spannend. Hallo Frans. Spannend, hè? Nou, hè? Hoe was dat nou, zo'n megaconcert in Rotterdam? Nou, het is heel moeilijk uit te leggen wat je als artiest voelt als je 10.000 fans per avond hoort gillen, meezingen. Een onbeschrijfelijk gevoel. Ja, en voordat wij gaan kijken naar jouw registratie van jouw concert, heb ik een verrassing voor je. Zo. Want... Zo. Er zijn meer dan 100.000 exemplaren verkocht van jouw nieuwe cd al voor de special. En dat betekent dus platina. Hartstikke gefeliciteerd. Dank je wel. Ik hou nog even van je vast, want jij gaat ons vertellen wat we nu kunnen gaan zien. Ja, ik ben er een beetje stil van. Het is te gek voor woorden, maar voor alle fans die op dit moment thuis zitten en die deze cd hebben, bedankt voor deze fantastische platina cd. Maar ik wens u nu heel veel kijkplezier met mijn allergrootste droom. Frans Bauer live in Ahoy. Veel kijkplezier.